Zo, nou, op ontdekkingsreis in de kano. Dan gaan we omhoog, Boef, durf je? Ja. Ik vind het eng. Gelukkig vind ik het niet eng. Ik vind het niet eng. Ah, wat stinkt. Ik wil eruit. Nee, je hoeft niet. Je hoeft niet bang te zijn, wij zijn bij je. Yes. Onwijs gewonnen. Met ja, we hebben echt gewonnen. Wij waren er net naartoe begonnen te trainen. He's ready to shoot. Look at him. I have no guns. Mooi, hè? Papa, je ding is weg tegen zo. Ja. Ja, jawel. Nee hoor. En ook je slippers uit. Dag Gideon. Hoi pap. Het gaat geweldig hier. Feeder heet je, dat betekent voeder. Ik kan wel lekker gaan slapen voor mij. Is dat lekker of niet? En Gideon dan? Oh, ja. Lekker. Rosalie, wil jij kussen even plat leggen, dat Gideon er ook op kan zitten? Maar je moet nooit zo de stag draaien, want dan gaat hij kapot. Ja. En dan kan je niet meer zijn. Wat? Niks. Blonde haren. Ja, zeg ezel. Gaat dat nog een keer goed komen met mijn handel in bolletjes wol? En de ezel zei niks, hè. En zei de man die bij de ezel hoort. Die moeten we natuurlijk wel een klein beetje in zijn zij prikken. Want dan gaat hij praten. Ja, precies. Dan dus de
ezel zijn. Piep. En de man met de bolletjes wil die zeggen. Maar wat? Piep. Je moet er niet piep zeggen, maar zeg nou eens ja of nee. Kerst is het achter de fiets, ja. Achter op de fiets, ja. Bij Roos. Hij duwt tegen haar. Dan gaan ze lekker hard. Ze fietsen langs het weiland met de koeien. Roos zingt het. Ja, dat weet ik wel, zegt Karsten. Die vogel met dat kuifje, die heet Kieviet, zegt Roos. Ze fietsen verder. En daar, die grote vogel in de sloot, heet Reiger. Karsten kijkt naar de Reiger. Stoort me gewoon. Die heeft een lange nek. En die rode bloemen heten klaprozen, zegt Roos. Ik weet de kleuren van de madeliefjes, zegt Karsten. Wit met geel van binnen. Spijs en die je dingen, dat vind ik ook wel lekker. Dat is het eerste thema, dus laat een muts. Muts? Alweer? Jongen. Wij hebben ook al heel veel. Ongelooflijk. Dit is zeker een jongen, dat weet ik nu al. Heb je die al 3 keer gevangen? Nee. Maar dit is sowieso een jongen. Moet je natuurlijk... Rosalie, wel even waarschuwen. Nou, die had gewonnen hoor. Ja. Deze is zielig, want die gaat in het busje zitten. Oh, die gaat helemaal de verkeerde kant op. Ja, dan vliegt die een poot. Wat is dat nou voor geluid, Boef? Ben jij het monster van Texel? Ja. Het koekiemonster zeker, of het snoepmonster? Geen monster. Oh, toch niet. Maar er zit wel volgens te smikken in ieder geval. Is die een monster of geen monster? Vind je het lekker? Hey, hoor ik nog een keer een bel?